Goedemorgen. Goedemorgen, poesies. Goedemorgen, Bo. Goedemorgen, Furby. Goedemorgen, Ramonnetje. Ik heb trouwens echt voor duizenden euro's aan kattenspeeltjes. Maar waar spelen ze mee? Mocht je denken, wat heeft dat mens nou aan raar tape op? Nou, dan komt dat omdat ik gisteren naar de logopedist was. En dit is dus voor mijn kaak. Mijn kaak is heel erg gespannen. En dit zou ervoor moeten zorgen dat het ontspant. Omdat het dus is lang getrokken door haar. En nu met die pleister blijft het dan een soort van intact of zo. Ik ben benieuwd wat het gaat doen. Wellicht dat het iets... ja, positief effect zou hebben op minder hoofdpijn hebben, maar I don't know. Het voelt in ieder geval heel raar. Het wordt echt een soort van uit elkaar getrokken of zo. Ik weet niet, gratis botox. Ik zit deze ochtend lekker aan mijn boek. Max is weg, maar die heeft wel even een potje thee. Nee, niet potje thee. Potje koffie voor me gemaakt. We hebben al een hele tijd eigenlijk deze French press, omdat je dan dus geen afval verder hebt. Nou ja, natuurlijk alleen koffieprut. Maar de koffieprut kunnen we in ons warme hotel doen. Of ik kan er zelfs een koffiescrub, gezichtscrub, lichaamscrub van maken. Blijkbaar moet dat met een dansje. Ik had namelijk op een gegeven moment zo'n, weet ik veel, zo'n apparaat met van die cupjes. Ik weet niet eens meer hoe het heet. Het was niet Nespresso. Maar iets met cupjes. En het stond me toen zo tegen dat ik elke keer bij ieder kopje koffie zo'n plastic cup had. Dus vandaar dat we zijn overgestapt naar deze. Want die kun je eindeloos gebruiken. Die gaat niet stuk. Of in ieder geval, dat is geen elektriciteit die stuk kan gaan of zo. Weet je wel, of verstopt. Dus, en het is heerlijke koffie ook nog. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Het is een goede duurzame swap geweest. Ik ga lunchen en ik zat te denken, ga ik dit wel op camera laten zien? Geen idee of mensen denken dat ik altijd gezond en helemaal plantaardig eet. Maar ja, over het algemeen eet ik thuis dus wel volledig plantaardig. En buiten de deur ben ik wat losser, om het zo maar te zeggen. Maar Max had zo'n 35% korting magnetron maaltijd gehaald. Want het is nog zonderder als natuurlijk producten verspild worden. Dus die ga ik nu eten. En dat is nog stiekem wel heel lekker. Dit is die risotto met champignons en kaas en zo. Jam, jam. Dit is een gewoonte waar ik echt vanaf moet. Maar altijd als ik iets hartigs heb gegeten, maakt niet uit hoe vol ik zit, moet ik gewoon iets zoets. En ik weet dat je daar niet aan moet toegeven. Maar ja, ik doe het helaas gewoon wel vaak. Dus op dit moment eet ik mijn laatste restje bodem van mijn chocolade Reese's Pieces peanut butter cup taart. Die ik zaterdag heb gemaakt. Met een kathaar. Ik krijg net een pakketje binnen van Nyx. Zeg je dat zo eigenlijk? NYX? Niks. Make-up in ieder geval. The box is made of recycled cardboard. Oké. Er zit een snoertje bij. Heel raar. Oké. Oh, wauw. Hi, mijn naam is Sarita. En ik ben super blij om de vegan ambassador te zijn van NYX Professional Make-up. Zij gaat ons vandaag begeleiden. Haar naam is Ellen. En daar ben ik heel blij mee. Dit is toch echt de toekomst, jongens. Ik zit hier gewoon naar haar filmpje te kijken in een box. Hoe werkt dit? Kan je dit nog opnieuw gebruiken? Oh, je kan zelfs een play drukken. Maar goede prep is half werk. Zit er een iPad in? Dat zou vet zijn. Een van onze meest populaire producten, ook echt al jaren. Ik heb in de PR gewerkt ooit. Nou, dit is me een partijtje duur. Kan ik je vertellen, deze packaging. Pak een beetje op je hand. De grootte van een goede ert. Zeg eigenlijk altijd maar. Primer, finish spray. Dit is dus allemaal vegan en cruelty free. Wat natuurlijk heel fijn is. Ooh.
Kijk deze spannende lipdinges. Ik ga dit uitproberen. Ik ben bang dat ik het in één keer over mijn hele kin spuit. Ja, ik moet toch gewoon hier uitkomen. Nee, doe dit niet. Het voelt in ieder geval echt super fijn zacht aan. Het staat de kleur me ook. Op zich wel. Ik zit nog eens beter naar die doos te kijken. En er zit dus een heel uitlegje bij. En een retourlabel. Dus je kan die doos met die... en de producten die je eventueel niet gebruikt. En dus dat scherm vooral. Kun je dus gewoon terugsturen naar hun. En zij gaan het dan allemaal recyclen. En de ongebruikte producten aan charity. Donaten. Liefdadigheid doneren. Liefdadigheid doneren, ja. Dus dat is wel fijn dat ze daar wel over na hebben gedacht. En mij niet gewoon laten zitten met een scherm wat ik dan nooit meer gebruik. Dat ik echt denk van, ja, die grondstoffen zijn dan maar voor eenmalige use. Dus daar ben ik blij om. Go NYX Professional Make-up. Kan je er nog iets knulliger zeggen, Marije? Eenmalige use. Maxi is er weer. Vind je van mijn mooie lippen? Ja, schitterend. Heel anders. Deze outfit heb je ook al echt heel lang aan, hè? Ja. Ja, groen, ik vind er wat van. Gekt. En sloffen. Ik ga koken, avondeten. En ik maak pita's met falafel en zelfgemaakte vegan tzatziki. Dat doe je door gewoon ongezoete sojamelk te nemen, peper en zout erdoor, een uitje, knoflook. Hé, hey, waar is mijn tintje nou? Oh, die zit al in de... Hier is mijn tintje. En geraspte komkommer. Ja, natuurlijk. Hey, voilà. Lekker. Ik moet erbij zeggen dat ik helemaal naar voren geschoven zit omdat er een poes achter je zit. Ja. Het ziet er vet lekker uit. Het zijn vet handig die kleine balletjes, want anders dan heb je twee van die grote klompen. Ja. En dan heb je dat daar twee handen. Eet smakelijk. Eet smakelijk, thank you for cooking. You do. Oh nee. Het begint toch met saus altijd. Oh, iedereen ziet nu wat voor pita amateur je bent. Het is een pita party. Oeh, pita party. Had jij vroeger ook dat turtle pizza spel? No bells are ringing. Dat je een pizza moest beleggen en dat er dan af en toe een vlieg op kwam. Nee, dit klinkt gewoon als koken bij jou thuis. Nou zeg. Oh, je moeder kijkt deze video's toch niet, hè? Je moeder kijkt iedere seconde van al deze video's 3 keer. Ik wou net zeggen. Doe geen naar woord over mijn moeder, want... Dat is wel lekker, joh. Ja, vind je het lekker? De tzatziki is best wel lekker, toch? Oh, die is heel goed. Wel weinig groenten. Weinig groenten? Ja. Dit is allemaal groente, dat is allemaal groente. Falafel is groente. Eigenlijk best wel veel groente. Een beetje veel groente vind ik het zelfs eigenlijk. Kijk, dit is Bowie op haar allergelukkigst. Als een baby bij papa. Nee, Bo. Nee. Dit is zo lief. Bowie is over het algemeen nog best wel angstig en zo. En is niet altijd helemaal lekker in de sas, maar... Dit? Ben jij nu ook aandacht, Hupsie? Hey. Die kamer waar ik net was, dat is een soort van... Ja, daar hebben we dus nooit wat mee gedaan. Het is een soort van kantoor van Max. Maar er staat een kattenbak, een kast met wat random troep. Max werkt er, er staan zijn gitaren. Dat is het. Het is echt useless. Dus we willen er nu eindelijk wat van maken. We hebben al behang gekocht en eco-verf. Maar die kast die we nu hebben is allemaal open. En dat is natuurlijk heel erg rommelig. Om, weet je, je kan niet iets achter een deurtje of zo doen. En er zijn gewoon een paar spullen die we wel echt willen bewaren. Maar die dan we dan achter deurtjes willen. Dus ik zat nu te kijken voor een kast. En ik heb deze gevonden. Mid-century kast met schuifdeur. En hij is... Vet leuk. Kijk, met allemaal vakjes. En zo. Dus die ga ik denk ik bestellen bij Reliving. Dat is dus een tweedehands website. Niet een tweedehands website, Marije. Een website met tweedehands meubels.
Helemaal excited ben ik. Oké, ik heb dus de hele avond nu Married at First Sight gekeken met een grote glimlach, want het is vet leuk. En Max is de hele avond al een beetje aan het grutten boven. Dus ik ga nu kijken wat hij aan het doen is geweest. Nou, wat zou het zijn? Ik heb geen idee. Het is net live tv. Help, mijn man is klusser. Wow! Zo'n mooi kleurtje toch? Ik wist helemaal niet dat je deze kleur had genomen. Die mooi? Wauw, ja, ik moet even in daglicht zien. Ja, dat is ook wel. Maar het is echt mooi gaan, hè? Het is wel een mooie warme kleur. Ja, toch? Ik had trouwens wel gisteren iets grappigs, want ik moest dus naar de logopedist en toen zat ik op de fiets en toen bedacht ik, maar ik heb geen mondkapje bij me. Maar ja, alle winkels zijn natuurlijk dicht en de supermarkt mag je niet in zonder mondkapje. Dus hoe kan je dan een mondkapje kopen? Dus toen fietste ik langs een bloemenstalletje en toen dacht ik, ik vraag gewoon aan die meneer of hij misschien een mondkapje voor me heeft. En toen had hij een mondkapje voor me. En toen zei ik, nou, dan kom ik op de terugweg langs voor een bosje bloemen. Dus dat heb ik toen gedaan. En volgens mij heb ik meteen echt het duurste bos gekocht. Maar wel echt een super mooie bos. Ja, ik koop dus nooit bloemen. Ik vind altijd planten eigenlijk leuker. En daar kan je natuurlijk veel langer mee doen. Dus dat koop ik dan liever voor mezelf. Dus ik ga denk ik de bloemen weggeven aan iemand die dat verdient. Ik ga eindelijk deze pleisters eraf halen, want die zitten er nu 2 dagen op. Oh, ik ben meteen gratis gescrubt. Oh. Zo. Hoe laat is het eigenlijk? Het is nu 5:30. Het is al 11:45. Wow. Meestal ga ik om 10:00 richting bed. Goed. Ik zou zeggen, tot morgen, lieve mensen.